Yo mensen, Jaraske hier en welkom bij weer een nieuwe Black Ops 2 Complay hier op mijn kanaal Jaraske Gaming. Op de achtergrond gameplay kijk je naar mijn inkompotje op Black Ops 2. Ik speel met de Scorpion, met de Extended Max en de Target Finder erop. En vraag me alsjeblieft niet waarom ik de Target Finder had aanstaan, want ik heb werkelijk geen flauw idee. Ik was lekker aan het spelen, ik dacht, nou ik heb de Scorpion aanstaan, lekker wapens om te gebruiken. En toen pakte ik hem en toen zag ik dat de Target Finder erop stond en dat is natuurlijk niet echt heel erg chill om te gebruiken op een submachine gun. Op een light machine gun bijvoorbeeld wel. Maar de Target Finder is één van die dingetjes die Black Ops 2 op sommige momenten echt kaart verpest. Want bijvoorbeeld, als je hem op een light machine gun zette, dan gloeide de enemy gewoon op. Kon je door de muren heen kijken met die Target Finder, kon je de kaart mee gelopen campen. En de Target Finder heeft op sommige momenten, op sommige dagen, Call of Duty Black Ops 2 dus best al heel erg hard verpest. Maar als je hem op een submachine gun zet, dan lijkt het alsof je meer recoil krijgt. Dan speelt het veel moeilijker. En wat ik hier op de achtergrond gameplay haal, is een nuclear infantry for all. Dus oftewel een nuked out. Dat houdt gewoon in, je moet 30 kills maken achter elkaar zonder lethal killstreak. Dus natuurlijk allemaal met je wapens. Je kan wel gewoon de UAV, de counter UAV in de orbital gebruiken zoals ik hier ook deed. En dat is echt gewoon kicken om natuurlijk te hebben gehaald met de Scorpion. Met de Target Finder erop, want dat ding is zo bagger slecht. Je kan wel een beetje in je voordeel gebruiken, want je ziet natuurlijk die enemies gewoon opgloeien. Dus als er bijvoorbeeld iemand zit te campen, als je iemand over het hoofd ziet, dan kan dat eigenlijk niet met deze Target Finder, want de enemies gloeien gewoon op. Er komt zo'n mooi rood vierkantje om ons heen te staan en je pakt ze meteen. Op Revisit heb ik natuurlijk expres aangezet, zodat ik gewoon kan weten waar de enemies staan. Want je ziet nu alles. Je ziet waar ze aan het campen zijn. Je ziet waar ze aan het rondrennen zijn. Je ziet waar ze aan het domineren zijn. En je ziet eigenlijk gewoon alles. Maar waar ik het heel even snel met jullie over wil gaan hebben is afreageren op personen, op bepaalde dingen in Call of Duty. Want ik zelf noem bijvoorbeeld iedereen die mij killt. En als ik denk dat ze aan het campen zijn, een camper. Ik noem iedereen een camper, klaar. Zoals deze persoon, een camper. Als ik zo meteen iemand anders tegenkom, even een goed voordeeltje pakken. Niet deze persoon, want die rende erop of. Die persoon die daar in het hoekje zit, noem ik camper. Ik noem iedereen die mij ook maar killt en die stil zit in de killcam, noem ik een camper. Maar het kan ook zijn dat ze bijvoorbeeld gewoon eventjes aan het healen zijn. Dat ze een rood schermpje hadden. Het kan ook zijn dat ze gewoon heel eventjes stil zaten om te reloaden. Dus iedereen de camper noemen is natuurlijk niet heel erg slim. Maar als je Call of Duty speelt, moet je gewoon jezelf op iets kunnen afreageren. Sommige mensen noemen elke dead die ze krijgen lek. Dan gaan ze dood, lag, kutspel, het lagt weer, kut dedicated service, bladibladibla. Andere mensen noemen mensen gewoon sukkels. Ik was een woordje aan het verzinnen. Andere mensen noemen mensen pisvlekken. Iedereen noemt gewoon, als ze doodgaan, iemand iets. En dat vind ik leuk aan Call of Duty. Als jij iemand killt, als jij iemand ziet staan en je killt hem en je hoort de reactie van die persoon wat je nu in Call of Duty hebt, dan kan je soms zo hard lachen. Dan hoor je ze helemaal schelden. Noemen ze je camper terwijl je gewoon aan het rondrennen was. Noemen ze je lagger terwijl je gewoon een 4-bar connectie hebt. En dat vind ik zo geweldig aan Call of Duty. Want je moet je gewoon ergens op af reageren. Het maakt niet uit op wat voor manier je doodgaat. Je hebt altijd wel een smoesje die je kan verzinnen in Call of Duty, waardoor je bent doodgegaan. En het is ook gewoon in 90% van de gevallen, in 80% van de gevallen, dikke bullshit wat je zegt. Bijvoorbeeld als ik iedereen camper noem, dan zitten ze meestal ook niet te campen. Maar het komt gewoon omdat dat Call of Duty is. Je moet jezelf gewoon op iets af kunnen reageren. En dat vind ik ook leuk aan Call of Duty, dat dat kan. Je kan gewoon tegen mensen zeggen camper, want het boeit geen ene zak. Je kan tegen mensen zeggen pisvlek, want het boeit geen ene zak. En dat vind ik leuk. Maar hier zit een nuked out er alweer op. Ik heb ongeveer een nuked out in, nou wat zal het zijn, 3 minuutjes ongeveer gehaald. Dat is natuurlijk gewoon wel een heel snel tijdje neergezet. Het was free for all op slums, Black Ops 2, Scorpion met de Extended Max en de Target Finder erop. En hier een dikke pre-fire killcam. Ik zal nog eventjes snel mijn medals laten zien als deze gamer op zit. Dat je echt kan zien dat ik de nuclear ook daadwerkelijk heb gehaald. Dat is wel zo op zijn plaats natuurlijk. Maar mensen, mochten jullie hebben genoten, hier staat de nuclear in mijn beeld. Geef dan alsjeblieft nou iets mogelijk, het helpt mij natuurlijk enorm. 1000 likes is morgen meer Black Ops 2. En ik zou zeggen, als je Call of Duty speelt, blijf jezelf gewoon op dingen afreageren. Zoals mensen camper noemen, zoals mensen lagger noemen. Want dat maakt Call of Duty ook gewoon leuk. Dus bedankt voor het kijken, vergeet hem niet te liken en tot de volgende keer weer mensen. Bye bye.